Ja, voorzitter. Voorzitter, een ander issue dat ernstig is in mijn ogen, is dat de DNA een brief heeft geschreven naar de PG met betrekking tot seksuele intimidatie. Ik heb zelf ook naar de president geschreven, voorzitter, geen antwoord. Maar ik constateer wel een mededeling van de PG in de media, voorzitter. Hoor dat zo. Hoor dat zo, voorzitter. Hoor dat zo dat instituten zo omgaan met DNA, voorzitter. En moet ik constateren dat de pleger beschermd wordt wanneer brieven onbeantwoord blijven, voorzitter. Wanneer we zaken horen die viraal gaan, dat er een relatie is tussen de president en de PG, voorzitter, dat er contacten is, voorzitter. Wanneer een brief, even. Van DNA. Let vreedzaam. Dat zijn vergaande beschuldigingen. Ja? En we hebben conventies in het parlement. Ja? We kunnen niet zo ongenuanceerd uitlatingen doen, ja? Naar instituten. Ja? We hebben ook een verantwoordelijkheid. Ja? U kunt vragen stellen. Ja, maar dat u aangeeft dat er relatie bestaat. We kunnen onze eigen instituten niet op deze manier neerhalen. Ja, we hoeven niet altijd eens te zijn met instituten, werkzaamheden. Zoals velen ook vaak niet eens zijn met ons als parlementariër. Maar niet op zo'n manier. Ik doe een beroep op u om zaken anders te formuleren dan nu u het heeft gedaan. De fractieleiders vragen punt van orde.